Ja, dames en heren, dit is meneer Dam. Kijk, we hebben het over majeur en mineur. Majeur, daar word je blij van. Word je niet blij van. Majeur heeft een toonladder. De toonladder van C in dit geval, alleen maar witte toetsen. Als ik nu deze hele hand verplaats, twee tonen naar links, naar de A, en ik doe hetzelfde verhaal. Heb ik de paralleltoonladder. Hij loopt parallel aan die van C. Heeft dezelfde voortekens. Als je niks verandert, alleen dezelfde toetsen gebruikt, maar twee toetsen naar links, of vanaf de zesde toon, heb je de oorspronkelijke paralleltoonladder, oorspronkelijk mineur. Ga ik nu... de zevende toon verhogen. Heb ik van die parallel de harmonische variant. Ga ik nu ook nog een keer de zesde toon erbij verhogen. Heb ik de melodische variant. En als ik naar beneden ga, speel ik hem weer oorspronkelijk. Melodisch stijgend. En oorspronkelijk of zuiver mineur heet het ook wel dalend. Resumé. Majeur. Vrolijk. Mineur. Droevig. En heb ik de variant... harmonisch.